Dag leerlingen HAVO 3, daar ben ik weer. Heel kort filmpje denk ik. Nee, kort, ik zal het wel weer lang maken. Hey, lens en formule. Wat je dit jaar krijgt, je gaat straks beelden maken. Dus je gaat beelden construeren met de constructiestralen. Die ga ik straks op het bord zetten en ik ga nog één keer uitgebreid benoemen. Wat is nou wat? Uiteindelijk komt al het rekenwerk wat jullie moeten gaan doen hierop neer. De lenssterkte, nummer S, of letter S, is 1 gedeeld door de brandpuntafstand. Daarmee ben ik het vorige filmpje geëindigd. 1 gedeeld door de brandpuntafstand. Nou staat er in je boek ook deze. 1 gedeeld door de brandpuntafstand is 1 gedeeld door de voorwerpafstand plus 1 gedeeld door de beeldafstand. En hier moeten jullie de meeste berekeningen mee gaan maken. En je ziet al, het zijn allemaal breuken en dat is gewoon lastig. Een aantal van jullie die gaat dit lastig vinden. Nou heb je ook je rekenmachine met een hele leuke toets x-1 en die kan je hier straks goed voor gebruiken. Maar dat komt zo. Als ik die twee samenvoeg, S is 1 gedeeld door F en deze, dan kan ik in plaats van 1 gedeeld door F dus ook S invullen. Dus ik krijg S is 1 gedeeld door V plus 1 gedeeld door B en ik heb de lenssterkte. Het zijn twee formules, deze en die. Samengevoegd is het die. Die moet niet, maar het is wel handig om dat in ieder geval erbij even te hebben. Wat ik nu ga doen, ik zet nog één keer even op het bord. Wat is nou precies S, wat is F, wat is V en wat is B? De betekenis van de verschillende grootheden bij de lensformule. S is de lenssterkte. Zoek de eenheid even op in je boek en kijk goed wat die eenheid betekent. F is de brandpuntafstand, V is de voorwerpafstand en B is de beeldafstand. Daar heb ik twee opmerkingen bij en die moet je even in je oren knopen. Allereerst, deze drie moeten alle drie in meters, niet in centimeters. Want je zal zien als je dit straks aan het meten bent, bijvoorbeeld in je schrift of op een blad met ruitjespapier, zit je nooit in de meters, maar je zal er dus constant om moeten gaan rekenen van centimeters naar meters. Daar komt het meestal wel op neer. Dus dit gaat allemaal in meters. Dat is nummer 1. Nummer 2, de afstanden bepaal je door de afstand te nemen van de lens tot het beeld, en dat is de beeldafstand, van de lens tot het voorwerp. Dus de voorwerpafstand en van de lens tot het brandpunt. Dus als je dat kwijt bent en je gaat ermee goochelen, denk bij jezelf na, de lens is altijd het uitgangspunt. Daar begin je met meten, vanaf de lens. Ik ga hem zo vertekenen en dan kan je kijken wat ik daar precies mee bedoel. Maar nogmaals, alles moet in meters. Oké, ik heb een constructie gemaakt van een voorwerp welke ik heb geprojecteerd. En hier is het beeld. Een paar dingen die opvallen. Meteen weer, herhaling allemaal. Het beeld staat altijd ondersteboven. De meest gemaakte fout bij zo'n constructie is dat leerlingen vanuit het voorwerp de twee constructiestralen tekenen. Constructiestraal 1 en constructiestraal 2. Ik herhaal het nog even. Constructiestraal 1 is de evenwijdige lichtbundel die door de lens door het brandpunt wordt afgebogen. Dus eigenschap nummer 1. Eigenschap nummer 2, optisch midden. Dus de tweede straal gaat door het optisch midden die kant op, constructiestraal 2. En als jij besluit om deze 33 te noemen en die 45, vind ik het ook prima. Het beeld staat altijd ondersteboven. En de meest gemaakte fout is dat als je hier het pijltje rechtop ziet staan, dat leerlingen hier alleen een lijn tekenen en niet het pijlkopje. Je moet laten zien dat die pijlkop hier zit. En daar gaat het beeld dus naartoe. Ik heb aangegeven wat is nu de beeldafstand, wat is de voorwerpafstand en wat is de brandpuntafstand. Ik heb hier een voorwerpafstand, heb ik hier aan de bovenkant getekend, van het pijltje tot de lens. V, kleine letter V. Dit is de hoofdletter V. De hoofdletter wil zeggen het voorwerp. Het voorwerp zelf, dus niet de voorwerpafstand, maar het voorwerp. En deze is de beeldafstand, de afstand van het beeld tot de lens, kleine letter B. Hoofdletter B is het beeld, dus dit ding is het beeld. En de derde, dat is de brandpuntafstand, F. Dus ik heb hier de afstand van het brandpunt tot de lens, is F. Ik heb hem alleen hier getekend, want als ik hem hierbij moet gaan tekenen, dit is natuurlijk ook F. Dan wordt het één grote zooi. Wat we nu kunnen doen is dit op gaan meten en kijken of de lensformule ook klopt. Als het goed is heb ik hem netjes getekend. Dus ik ga eens opmeten wat het nou precies is. Ik heb hier een afstand van
10 centimeter voor de brandpuntafstand. F is 10 centimeter. Het moest in meters, dus dit is 0,1 meter. Ik heb hier een afstand van het voorwerp tot de lens is 17 centimeter. De voorwerpafstand is 17 centimeter, is 0,17 meter. En ik heb een beeldafstand van, dan moet ik even kijken hoe ik het hier doe. 17,5 kom ik aan. Klopt dat? 15. 17,5. Dus de beeldafstand is 17,5 centimeter. 0,175 meter. Nou, wat was nou de bedoeling? De bedoeling is dat we nu met dit rekensommetje gaan kijken. Klopt die nou? Of allereerst je, of verder kan je ook de lenssterkte bepalen. Lenssterkte bepalen is niet zo moeilijk. Lenssterkte S is 1 gedeeld door 0,1 is 10. Dus dit zou een lens zijn, een bolle lens, met een sterkte van 10. Maar het gaat mij er nu om, hoe rekenen we dit verder uit? Nou haal ik dit weg en nu gaan we alleen één rekensommetje even doen. Dag leerlingen van HAVO 3. Je hebt het filmpje net gezien. Ik had een voorbeeld beloofd van een uitwerking van de lenzenformule. Ik heb er hier eentje. Ik had een voorbeeld uitgewerkt op het filmpje, maar ik had een fout gemaakt. Dus ik praat je er doorheen. De lenzenformule. Wat is belangrijk bij de lenzenformule? De grootheden. En welke grootheden hebben we het nu precies over? We hebben het over de brandpuntafstand, F. De voorwerpafstand, V. En de beeldafstand, B. Let er goed op, ze moeten allemaal in meters. De formule. Daar staat hij, er staat ook in je boek. 1 gedeeld door de brandpuntafstand is 1 gedeeld door de voorwerpafstand plus 1 gedeeld door de beeldafstand. Een voorbeeldje. Een docent projecteert met een diaprojector een foto op een klein scherm. In de diaprojector staat de dia exact 3,6 cm voor de lens. Het beeld op het kleine scherm is scherp op een afstand van 0,34 meter van de lens. Bereken de brandpuntafstand van de lens en via S is 1 gedeeld door F kan je dus direct ook de sterkte van de lens bepalen. Daar gaat hij. We verzamelen wat we hebben. Voorwerpafstand 3,6 cm. Rekenen meteen om naar meter is 0,036 meter. Beeldafstand 34 cm is 0,34 meter. En met deze gegevens gaan we de formule invullen. En de formule, daar staat hij. We vullen hem in. 1 gedeeld door F is 1 gedeeld door 0,036 plus 1 gedeeld door 0,34. Die reken ik uit. Dus 1 gedeeld door F is, uiteindelijk als je dat gewoon intikt in je rekenmachine en je telt het op, 1 gedeeld door F is 30,72. Maar er staat 1 gedeeld door F, dus hoe reken je F nu uit? Nou, dat staat op de laatste dia. Daar komt ie. 1 gedeeld door F is 30,72 gedeeld door 1, want 30,72 is hetzelfde als 30,72 gedeeld door 1. Het enige wat ik nu doe, ik draai ze allebei om. F gedeeld door 1, dat wordt dus F, is 1 gedeeld door 30,72. En er komt dus uit dat F 0,033 meter is, oftewel 3,3 centimeter. Wil je nu de lenssterkte, dan tik je in S is 1 gedeeld door F, oftewel S is 1 gedeeld door 0,033 en dan krijg je de lenssterkte